Een van de veranderingen in Bokrijk is zeker de vernieuwing van Bistro Koetshuis, waar zowel het interieur als de uitbater nieuw zijn. Ja, Bokrijk blijft vernieuwen. Bokrijk is een park van 550 hectare, waar kan gewandeld worden, kan gefietst worden, maar tegelijkertijd ook iets kan geleerd worden. En daarom hebben we het museum. Een museum die continu zichzelf in vraag stelt, waar we de geschiedenis aan verder schrijven, waar we met heel veel respect over het verleden het heden beter proberen te begrijpen, maar ook kijken naar de toekomst. En de tentoonstelling, mag ik toch wel een primeur aankondigen, is de Breugel-tentoonstelling, naar aanleiding van het 450-jarige overlijden van hem. En Bokrijk is een van de tentoonstellingen in heel Vlaanderen die georganiseerd gaan worden. En dat doen we samen met het Kunsthistorisch Museum van Wenen. Dus je gaat letterlijk en figuurlijk in de schilderijen van Breugel kunnen wandelen hier in Bokrijk. Goedemiddag allemaal. Welkom in Bokrijk. Welkom in Bistro Koetshuis. Ik denk dat het een ongelooflijk mooi moment is. Niet alleen omdat het weer goed is, maar vooral de locatie waar we zitten. En vooral de tafel waaraan dat we zitten. Die tafel hier heeft toch wel een heel belangrijke waarde, niet alleen voor Bokrijk, niet alleen vandaag voor Bistro Koetshuis, maar voor heel Limburg. Dit is een boom die gevallen is naar aanleiding van de Koekenpopstorm. En met die boom hebben we deze tafel gemaakt. De deputé brandmerkte de zeer mooie tafel. Tafel die door ambachtslui in het museum werd gemaakt. Met de komst van u en van uw heel team, met Bistro Garden, hebben we een ervaren horecapartner erbij gekregen. En die horecapartner die ook dat vakmanschap eten en drinken samen met ons wil doen. En als je gaat kijken waar we toch wel heel veel gemeen hebben, mag ik zeggen, Bokrijk, maar ook Lunch Garden, zijn eigenlijk twee heel sterke merken. Maar vandaag zie je hier toch wel een nieuwe dynamiek. Een dynamiek die gestoeld is eigenlijk op authenticiteit. En die lokale producten, die koesteren we dan. Niet alleen de lokale producten die we maken effectief hier in Bokrijk. Denk aan de kruiden die we hebben in het arboretum, daar maken we thee mee. Denk aan het brood, dat kennen we ook van onze eigen bakkerij. Morgen ook bier, de Wildeman. En tegelijkertijd ook de honing en andere producten, die worden hier effectief zelf geproduceerd. Ik denk dat de passie en de gedrevenheid wat u heeft samen met uw team om hier te brengen wat we hier vandaag kunnen vaststellen, dat heel veel inspirerend werk, dat heel veel koesting geeft, dat heel veel ondernemerschap uitstraalt. En dat is hetgene wat wij eigenlijk natuurlijk samen met Lisbeth, de directeur, heel veel dankbaarheid uiten. En we wensen u ook samen heel veel succes. De eetformule is geen self-service, maar de borden worden door het personeel aan de tafel gebracht. Riemst. Ik heb het op film.